ben helemaal happy. Ik denk ik pak mijn telefoon. Huh? Dit is mijn telefoon. Ik heb weer post binnengekregen. Ik heb het liefst in de avond, want dan ben ik vaak toch al thuis. Dus dat is voor mijn doen echt wel heel vroeg. Goedemorgen, het is dinsdag en echt wat een ochtend, wat een nacht. Marco sliep zo onrustig, waardoor ik heel de nacht wakker lag. En echt tot aan dat hij eruit ging, heb ik eigenlijk zo goed als wakker gelegen. En oh, ik ben echt net wakker geschrokken, dat ik echt dacht, zo lang heb ik niet meer. Dus heel snel badkamer wassen, aankleden, een beetje make-up op mijn gezicht. En nu heb ik wel geteld 3 minuten over voordat ik Sarah naar school moet brengen. Oh, wat is het koud. Echt. Het is gewoon niet lekker. Ik ben echt niet gemaakt voor de winter. Ik zweer het. Voor mij moet het eeuwig zomer zijn. Oh, nee, ik kan aan. Ik had wel echt een tijd. Ik heb nog niet aangereden. Of de postgewinning. Nee, dit is post die ik niet kan laten zien. Oh, ik ben mijn jas gemaakt. Ik vind het echt koud, maar ik ga hem wel uitdoen, want het zit een beetje in de weg. Maar oh, ik ben zo toe aan zomer. Ik heb de stofzuiger nu maar aangezet. Ik had hem gisteravond aangezet toen ik naar bed ging. Maar dat maakte opeens zoveel herrie. En toen had ik echt zoiets, dit ga ik echt niet doen. Ik dacht eerst probeer het, maar ik was de camera niet uit. En ik had echt zoiets, nee, dit gaat het hem echt niet worden. Dus ik had hem aangezet toen we net naar school gingen. Maar ik weet niet hoe lang ik het volgehouden. Ik weet wat ik nu tegenzette. Echt, het is zo verschrikkelijk koud buiten vandaag. Echt de koudste dag tot nu toe dit jaar. Echt bizar en niet leuk. En gelijk mijn herriemakende grote vriend weer in de oplader. Deze heeft geen oplaadpunt, wel jammer. Als een kind in de snoepwinkel zo blij met mijn nieuwe wasrek. Want ik kan allemaal wasjes draaien. En ik lag echt achter met wasjes draaien. Omdat ik echt verschrikkelijk veel kleding heb wat niet in de droger kan. Dus ja, als je dan geen wasrek hebt, dan kan je het niet ophangen. Nu sokken aan het sorteren. Die nu net droog zijn. En dan kan dat allemaal weer in de kast. En de volgende was dat weer te draaien. Dus ja, ik ben helemaal happy. Tijd vliegt zo als je bezig bent. Echt. Ik heb heel veel wasjes gedraaid. Maar ik lag zo achter dat ik echt lang niet ben. En ik kom natuurlijk al gewoon weer bij. En nog wat dingen opgeruimd. En natuurlijk mijn post gedaan. En ik mag nu alweer richting school. Dan Sarah naar de afspraak brengen. Even snel een bakje doen met mijn moeder. Sarah weer ophalen en dan weer naar huis. Nou, deze is nog niet eens vol, maar hij zal het ermee moeten doen. Deze mag zijn werk weer even gaan doen. Bij de overkant komen zonder getikt te worden. En het derde spel was allemaal leuk daar dingetjes doen. Dan had de juf allemaal dingen neergelegd en dan konden we met een soort de doekjes helemaal heen en weer gaan. We konden met de bal proberen weer in een soort ijshoorntje te komen. En dat soort dingen. Oh, dus wel hoepelen. Echt een super leuke extra bonusgym. Ja. Dat is mooi. Ze hebben al onze mooie paddenstoelen weggemaaid. Jammer hè? Haal ik net Sarah op, dus ik denk ik pak mijn telefoon. Dit is mijn telefoon. En toen dacht ik, hey, ik heb er opeens 2. Heb ik die van mijn moeder ook meegenomen. Ja, echt heel slim. Maar ze lijken best wel op elkaar. En ik had de mijne in de oplader gelegd. En die andere lag dus op tafel voor ons. Dus die heb ik gepakt. En het stomme was nog. Dat bedenk ik me nu. Dat ik mijn telefoon zag liggen bij de oplader. En dat ik dacht. Oh. Dat ik toen dacht. Ik heb toch net mijn telefoon gepakt. Nou, zal wel niet. Dus ik heb mijn telefoon in mijn tas gedaan. Ja, dus dan had ik er een in mijn... Of had ik hem bij de zakken, had ik er één. Of heb ik hem in mijn zak gedaan.
En ik haal net Sarah op en ik loop en ik denk, hè? Ik voel aan beide kanten een telefoon. Ja, dus we gaan hem nu even terugbrengen. Ik ga deze nu openmaken. Waar is het vakje? Zie ik hem al? Hé, daar. Daar is de opening. Het is best moeilijk om hem open te maken. Zo. Oeh. En wat heb je voor eruit gehaald? Volgens mij zijn het een soort stuiterballen. Het is een beautybox. Ik denk niet dat het stuiterballen is. Het is dat, papa. Parels. Denk badparels. Oeh. Ja, laat eens kijken. We zijn lekker zo. Weet je wat? Wil jij zelf als je een bad gaat? Ja! Alsjeblieft. Moet je ze wel bewaren. Moet je ze erin houden. Want als ze gaan lekker, heb je er niks meer aan. Wat zit er in? Badparels. Die kun je in bad doen. En dan gaan ze lekker en dan komt al dat spul zo. Er zit lekker spul en gaat het wel ruikt lekker. Ik heb weer post binnengekregen. En hier zat ik echt op te wachten. Want dit had ik niet meer. Ja, een verkeerde kleur. Maar daar had ik niet veel aan. En dit maakt wel even een beetje af. Oh, ik schrok even. Ik zag dit. Dus ik dacht opeens ook echt zwart binnen. Maar dat is niet de bedoeling. Ik heb een kerstboomrok binnen. Dus een keer een ander soort rok. Die gaat om de poot van de kerstboom heen. En ik heb natuurlijk een kunstboom. Dus nu zit ik elke keer tegen die lelijke metalen onderkant kijken. Dus als deze om me heen ligt, dan gaat het er weer een stuk gezelliger uitzien. Kijk, oh nee, je ziet het bijna niet. Maar even kijken, als ik het zo doe, zie je het dan beter? Nee, totaal niet. Oh, deze kant ook niet, maar je ziet hier die poot. Dus ik ga nu deze eronder leggen. Nou, dit zie je natuurlijk wel. Nu is die zo en dan zie je ook die gekke poot niet meer. Ik vind dit er zoveel gezelliger uitzien. Helemaal leuk. En nu zit ik heerlijk met een kopje thee te wachten tot de picknick komt. Mijn boodschappen komen zo weer binnen. Ik heb ze eigenlijk bijna altijd op dinsdag en vrijdagavond. Want dat komt gewoon goed uit. Ik heb het liefst in de avond. Want dan ben ik vaak toch al thuis. En als ik niet thuis ben, is Marco er in principe. Want ja, Sarah, ze ligt natuurlijk op bed. En dan hoef je er overdag niet voor thuis te blijven. En heel veel mensen willen het liever overdag. En ik vaak dus 's avonds. Ja, ze zullen over een paar minuten zijn. Ik kan op de app trekken, maar ik zit toch klaar. Dat vond ik de eerste paar keer heel leuk. Kon je echt precies zien. Maar alles staat klaar. En de boodschapjes zijn weer binnen. Dus even snel opruimen, mama. En nu gaan we lekker thee drinken en Penosa kijken. Penosa was weer leuk, maar we zijn allebei moe, dus Marcus is naar bed gegaan. En ik ga ook gewoon een tijdje naar bed. Het is 11:30. Dus dat is voor mijn doen echt wel heel vroeg. Zeker aangezien ik gewoon echt zin heb om naar bed te gaan. Maar ik had ook wel echt een slechte nacht gehad. En ik zat te denken, zou ik mijn stofzuiger weer proberen? Maar gisteren was ik naar boven, heb ik hem gelijk weer uitgezet. Dan maakte ik te veel herrie. En toen heb ik hem ook in de ochtend aangezet toen we naar school gingen. Dus ik denk dat ik dat morgen weer ga doen. En het werkt wel. Hij stofzuigt niet zo goed als ik het zelf met de hand doe. Alleen, ik doe hem gewoon 3 keer draaien. En dan krijg je wel hetzelfde resultaat een beetje. Dus ja, ik ga laatst iets opruimen. Maar ik sluit wel gelijk vast de vlog af. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!